Goedemiddag, ik ben Johan Flemmings en welkom in Heerwaarden in het watersportcentrum. En we gaan vandaag het programma doen, glij hem erin. En er staan al verschillende voertuigen klaar. Dit is het voertuig van Gerrit. Ja, Gerrit is nog even weg, maar we zijn ook nog niet begonnen. Gerrit zien we zo meteen wel op de starttoren. En er staan wat voertuigen bij dat ik denk van, oeh, dit gaat waterappen worden vandaag. Maar het wordt wel spannend allemaal. Jongens, doen jullie ook mee? Want jullie staan hier te kijken. Staan helemaal klaar erbij, wij staan helemaal klaar. Welk voertuig hebben jullie? Staan helemaal rechts. En doen jullie mee voor de origineelste prijzen of voor de snelste? We kunnen pechprijs halen, de originele prijs, dat maakt niet uit. Als ik maar prijs zet. Als ik maar prijs zet. Ja. En hoe denk jij erover? Jij gaat er samen in? Ik ga samen met Jo erin. Ik douw hem erin. Oh, dus, maar jij douw... Oh, hij gaat in het voertuig natuurlijk? Ja, ik douw. En ik douw hem aan. Oh, dus gaat wel spannend. Lang gaat erop en weg. Lang gaat erop. Heb je er wel vertrouwen in? Ik heb er 100%. 100%. Als waren we hier niet. Gaat helemaal goed komen. Hey, tot straks. Ik ben benieuwd of je straks nog zo'n grote mond hebt. Zullen nog een paar jonge kinderen? Goed. Ja hoor. Ik maak stop. Ja. Hey jongens, doen jullie ook mee vandaag? Ja, wij doen ook mee. Het lijkt wel of je een beetje staat te bibberen allemaal hier. Ja, natuurlijk. De kans is zo hoog. Maar ben je zenuwachtig? Of? Ja, heel erg. Ja, ik heb een beetje hoogtevrees, Johan. Oh, en maar dat komt wel goed. Hebben jullie wel een goed voertuig? Ja, een hele goeie. Waar staat hij? Achteraan. We lopen eens even mee, want kijken of het een beetje een... Is het een degelijk voertuig of heb je zo'n gammel... Ja, we hebben wel milieuvriendelijk hout gebruikt. Milieuvriendelijk hout? Ja, met een erkend logo erop, dus... Oh, dat is helemaal mooi. En waterverf, dus komt helemaal goed, joh. Maar lost hij dan niet op in het water dan? Ja, dat lost vanzelf op, dat probleem. We gaan eens even kijken wat voor mooi voertuig jullie hebben. Oh, dit is... Ja, hè? Kijk, het glijdt goed, hè? Het glijdt goed. Hij moet wel een beetje snel zijn, want ik zie hier wel een beetje dat ik zo naar binnen, van buiten naar binnen kijk. Ja, ik ga even kijken of hij... Dat gaat toch hartstikke goed, joh. Ja. Ja, maar hebben jullie wel aan gedacht, daar zit wel een paar gaten in, hè? Het is toch een bedoeling dat je nat wordt, of niet dan? Ja, maar je moet... Ja, als je snel genoeg gaat, dan moet het wel lukken. Ja, hij zit lekker in ieder geval. Ik zou het wel aandurven. Jawel, hè? En jij mag toch gaan, Manon? Nou, dan vind ik hem toch... Je hebt wel veel spijkers gebruikt, hè? Ja. We hebben gedacht om Maxima erin te zitten. Maxima. Die wou erin zitten. Dat kon ik uit. Ja. Hij geloofde niet dat hij dat gaat doen. Kunnen jullie maar... Ja, ik zit er al gewoon vast in. Dan kom ik er bekant niet meer uit. Zo. Ja, ik ben ook geen 20 meer. Zo. Nee, het is wel... milieuvriendelijk. Over leeftijden wordt maar niet gesproken vandaag. Het is een bordje, jongen, die kunst, hè? Hij ziet er fantastisch uit. Recycled hout. Ja, ik heb er vertrouwen in. Gaat helemaal goed komen. Nou, ik heb er in ieder geval vandaag toch wel veel vertrouwen in. De voertuigen zijn toch wel degelijk gemaakt allemaal. Ik denk dat we vandaag heel veel plezier in Heerwaarden zullen krijgen. Ik zou zeggen, tot zomaar. Piet, jij gaat toch niet meedoen, hoop ik, hè? Ik ga niet meedoen, nee. Ga je wel een dansje nog? Nou, ik ga wel even kijken, hè. Wat doe jij hier nou? Ja, ik kom even kijken, hè. Ga je geen optreden doen vanavond of zo? Oh, dat geloof ik niet, nee. Nou, is leuk. Veel plezier, zou ik zeggen. Ik ben blij dat ik jou weer een keer gezien heb, ja. Had je me niet een beetje beter af kunnen kitten hier? Had je kunnen. Ja, dat ding draait wel en als we maar de snelste zijn, hè. Ik ben benieuwd hoe lang... Jij staat hier achter, aan de achterkant een beetje te lachen allemaal. Heb jij er veel vertrouwen in dan? 100%. Ik denk dat Martin de beste coureur is die we hebben. En omdat hij jarig is... Martin is jarig, ik denk dat we eerst even met z'n allen een liedje gaan zingen. Dat lijkt me een heel goed idee. Hij gaat hem inzetten. Zing jullie allemaal mee voor Martin? Hey! Ik zou zeggen, zing hem maar. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hey!
volgens mij had Martin het al moeilijk nu helemaal, denk ik, aan zijn kleurtje te zien. Zullen we maar gaan? Hij wil gaan. Wat wil jij nog te zeggen? Wij willen onze rijouder nog bedanken. Hij staat er een beetje zenuwachtig. Maar joh, Goes, kom er eens bij hoor. Kom er even bij. Want, volgens mij ben jij een van de bouwers. Ik zeg een van de bouwers, ja. Een van de bouwers. Of de bouwer. Nee, een van de bouwers. Een van de Bob de Bouwer. Frans Bouwer. Ja, hij is Frans Bouwer. Wat denk je, welke tijd gaan ze aan? Vier seconden. Dan moet er zin. Ja, daar hebben we heel erg veel vertrouwen in, hè. Welke tijd denk jij? Ik weet het niet, Johan. Nou, ik zou zeggen, ga maar zitten. Jullie gaan hem afduwen. Ja, even tegen. Ik zou niet te hard in die plank trekken. Het is wel zo dat de bevelvoerder... Oh, er is toch over nagedacht allemaal. Het is, wat ik hoorde, een geheel milieutechnisch voertuig gemaakt. Overal aan gedacht? Overal aan gedacht. Oh, je gaat er met z'n tweeën in. Zou je helemaal vastzetten? Ja. Op je 20ste verjaardag, hè? Dankjewel, hè? Ja. Oh, ja. Ja, we staan in de weg. Ja. Deelnemers, ik zou hem toch iets meer naar voren zetten. Dan heb je, want anders sta je nu al een hele tijd die krachten van deur aan. Even eraf, anders. Ja, daar had ik alleen de gaten, hoor. Ze ging al opzitten, zat er vast aan de grond. Dus hij glijdt lekker. Hij glijdt lekker. Kijk, ja. Je moet hem een beetje op scherp zetten, hè? Ja. Maar niet te scherp. Niet te scherp. Nee, ik wil jullie gewoon helpen. Dat is gewoon heel erg goed bedoeld, allemaal. We zijn kritisch vandaag. Even kijken of dat eigenlijk... Maar kun je waar je woont, Johan? Hier zit een... Geen spijker die je dadelijk van voren naar binnen krijgt. Nee, volgens mij staat hij nog niet scherp genoeg, hè? Nee, hij staat nog niet scherp genoeg. Hij zit gewoon vast. Ja. Zo komt de tijd wel door vandaag. We hebben nog koffie. We hebben nog de tijd. Ik ga zo meteen even een kopje koffie drinken. Ah, doe maar voor mij, Johan. Een stukje verder. Ja, maar dat ja. Waar gaan we tegen? Ja, hij wordt hier tegengehouden. Ja! Zo. Hop, nee, Pavarotti. De Pavarotti's gaan erin. Nou staat hij op scherp. Dit is pas scherp, ja. Ja, ja, ja. Deelnemers, zijn jullie er klaar voor? Jawel, attentie en... Oh, ja, kijk, ja. Ja, daar gaat hij. Oeh. Ja, houd hem tegen. Je hebt ook een spijker eronderin. Ja.